Hallo mensen van Dus voor Gaming. Vandaag gaan we weer Tank Mechanic doen. En het is jullie misschien al opgevallen. Het is op een andere dag. En het gaat jullie nog niet opvallen. Maar vrijdag komt ook geen video. Want ik heb besloten om vanaf deze week eigenlijk heel Tank Mechanic anders te doen. Eén keer in de week. En als ik er een keertje niet zin in heb, geen zin in heb. Zoals niet vorige week, maar die week ervoor. Was gewoon geen upload. Want, om eerlijk te zijn. Dit spel is hartstikke leuk nog. Maar ik weet geen dingen meer te vinden. Ik weet geen titels meer te vinden en alles begint hetzelfde te worden. Dus dan is het gauwer ook afgelopen eigenlijk voor jullie. Ik merk echt dat het ook veel slechter bekeken wordt. Ja, dan kunnen we. Nou, want het is gewoon elke keer hetzelfde. Tank opgraven, tank repareren, tank opgraven, tank repareren, een keertje verkopen. Het is precies hetzelfde elke keer. Kijk, er zijn natuurlijk wel andere tanks ook. Het zijn wel elke keer andere tanks. Maar het begint mij ook zelf een beetje te vervelen. In de toekomst. Ik weet nog niet hoe lang het duurt. Kan een week zijn, kan een maand zijn. Maar het kan ook bijvoorbeeld zoiets zijn van. Volgende week stop ik gewoon mee. Dat weet ik nog niet. Ik zal het bij deze echt alleen maar uploaden. Eigenlijk wanneer ik er zelf zin in heb. Om het ook te spelen. Waardoor je nu ook andere games kan gaan verwachten op mijn kanaal. Ik denk dat we weer een beetje terug gaan naar de roots. En dat is Minecraft. Komt er in de toekomst waarschijnlijk weer aan. Ik zie nu al, dus nee, kan ik niks zien. En het is ook elke keer dezelfde plek, dus. Zo. Drone die, hop. Ik kruip erheen. Het kan alvast dik. Uitgraven. Startpomp. En het is een M3 halftrack dit keer. Ik weet niet of we die al hebben. Moeten we zo meteen even zien. En die hebben we wel een paar keer gedaan, though. Maar het is elke keer wachten. Zo irritant. Dit is echt een zwaar gevecht geweest. Ik vind het altijd wel het enige wat ik wel leuk vind. Maar dat heb je eigenlijk wel met elk spelletje. Of moet er een nieuw seizoen uitkomen, of dit of dat. Dat heb je eigenlijk met alles. Want met bijvoorbeeld een nieuw seizoen van Minecraft kan je bijvoorbeeld andere dingen bouwen dan dat je in het seizoen ervoor hebt gedaan. Maar Tank Mechanic, ik zou jullie echt zeggen, ik ben ook echt gewoon eerlijk. Het kan zomaar zijn tot het 3 maanden tot je geen Tank Mechanic ziet. Tot er daarna weer een Tank Mechanic is. Maar voor 1 of 2 weken en daarna weer een tijdje niet. Maar het zal voorlopig de video's die ik maak
Ja, ik zie het al. Ik heb Miro. Nou, gaan we nog een instant verkopen, want die hebben we al gedaan. Onderhand met de afleveringen die we gedaan hebben, hebben we ook bijna alle tanks al gehad. Ik ben ook al een paar keer opnieuw begonnen. Misschien zeg ik van, nee, deze gaan we gewoon instant verkopen. Ik ben eigenlijk ook al aan. Ik raak zelf een beetje uitgekeken op dit spel. Niet per se omdat het saai begint te worden, maar het is meer om. Kijk, ik ga nu voorlopig alleen echt die. Nou, tank extraction opportunities doen. Want vorige week hebben jullie het misschien ook al gemerkt. Ik praatte bijna niet. Ja, om meerdere redenen eigenlijk. Ik wist niks te zeggen. Maar ook, ik wist gewoon helemaal niks te. Ik wist ook gewoon helemaal niks te zeggen. En ik begon er gewoon ook bijna geen zin in te krijgen. Dus bij deze, vanaf volgende week. Eigenlijk vanaf nu. Ik weet nog niet welke dag. Waarschijnlijk woensdag dat deze online komt. Ga ik verschillende spelletjes spelen. Dus het wordt geen één spel meer. Het gaat verschillende spelletjes worden. Het kan een keertje een paar weken achter elkaar GTA's zijn. Dan kan een keertje dit. Dan kan het een keertje Minecraft. En kijk, als ik weer iets vind wat ik heel leuk vind. Want op dit moment, ik vind dit gewoon. Ik vind dit ook gewoon echt saai worden. Het kan een keertje zijn tot ik dit met een livestream ga doen of zo. Maar het zal echt niet meer bewust zijn dat ik dit spel echt specifiek ga opnemen als ik er geen zin meer in heb. Ik moet het leuk vinden. We snappen niet verkeerd. Tanks vind ik heel erg interessant. Maar ik denk dat ik gewoon dit spel even een beetje met rust moet laten. Tot er weer een shitload aan veranderingen zijn gekomen. Maar dat maakt het spel 9, maakt een spel 9 van 10 keer wel weer interessant. Als je het een tijdje hebt gespeeld. En dan bijvoorbeeld 3-4 maanden er vanaf bent geweest. En gewoon 4-5 updates zijn geweest. Oké. Ik snap dit ding niet meer. Wacht. Haha. Nou ja, gewoon even weer wachten totdat mooi het is. Maar ik zal echt op dit speelkanaal echt alleen maar dingen doen die ik leuk vind. Het kan ook gewoon een keertje zijn. Tot er bijvoorbeeld weer een aflevering. Minecraft komt. Buildercraft of zo.
Een shovel in de way. Oh, maar ligt gewoon een shovel hier, ja, ligt hier bij mij, what the fuck. Waarschijnlijk weer ze de tank die we al hebben. Het kan ook zijn dat er volgende week gewoon geen aflevering komt. Dat ik eigenlijk eerder denk dat de volgende week gewoon even een keertje geen aflevering komt. Tot er een aflevering van iets anders komt. Deze gaan we gewoon. Ik kan het klinken, denk ik. Ja, zucht. Laat hem maar gewoon clean en maar Kees. Klopt vanaf. Ja. Oh. Maar ik denk dat ik dit spel gewoon even een tijdje met rust ga laten. En dan gewoon alleen op gaan nemen wat ik echt leuk vind om op te nemen. Het kan zomaar zijn tot dit spel gewoon nooit meer op mijn kanaal komt. Het kan ook zijn tot die over 3 weken weer op het kanaal verschijnt. Want ik heb alles ook unlocked. Dus het is eigenlijk wel een beetje over en ik wil niet echt helemaal opnieuw beginnen meer. Maar ik denk dat ik dit spel eigenlijk voorlopig alleen nog privé ga doen als ik er zin in heb. En gewoon voorlopig niet opneem dit of ik ga het gewoon helemaal niet meer spelen. Nou, nog één tank maar en dan gewoon hopen dat we een keertje een ander iets krijgen tot die in het water ligt ofzo. Of dat je de koepels ziet. Nou, gewoon hopen dat ik weet niet wat ik nog met dit spel ga doen straks na deze aflevering. Maar ik verzeker jullie wel tot op deze dag. Ik probeer wel elke week op te uploaden. Maar ik zal jullie ook verzekeren. Dat gaat me niet altijd even goed lukken. Ik kan ook gewoon een tijdje geen zin hebben om op te nemen. En dan gewoon gaan. Dat ik gewoon ineens tot er gewoon een tijdje geen aflevering is. Dus bij deze. Weten jullie ook een beetje wat er aan de hand is. En dan gaan we deze tank nog doen. Het is zo klaar. Tybrus ligt waarschijnlijk weer onder de grond. Dus weet je, ik gooi alvast mijn drone er overheen. Zelf een beetje rondkijken. Daar heb je iets gevonden. Start de pomp. Dat krijgen we nu wel elke keer. Tot je de gewoon een fucking pomp moet starten. En weer precies dezelfde ook, hè. Als die we net hadden. Nou ja, nou wacht even. Dan denk ik tot de volgende week een aflevering van iets anders is. Maar dat verzeker ik jullie niet.
kan zomaar zijn dat. Dat ik gewoon een paar weken dat jullie niks van me horen. Maar het kan ook zo zijn tot Minecraft volgende week er is of wat dan ook. Dus bij deze een beetje op de hoogte gebracht. En ik hoop dat jullie het begrijpen. Want ik denk dat jullie dit spel ook eigenlijk best saai beginnen te vinden. Het kan ook zo zijn dat ik in een weer Apex ga doen. Wie weet. Nou, bij deze zeg ik jullie heel graag tot de volgende keer bij een ander spelletje. Later.